Hoi, welkom in de Noodzaak, de plek waar je alles te weten komt over Bitcoin. Ik ben Bart Mol van Satoshi Radio en ik ga jou vandaag eens vertellen wat de Noodzaak nou precies is. Ik denk dat je het echt moet zien als een winkel: een winkel waar alles gratis is en waar je kennis kan halen. Kennis over Bitcoin. En er is een afdeling voor experts, er is een afdeling voor nieuwkomers, er is een afdeling over Bitcoin-notes, er is een afdeling over de monetaire eigenschappen van Bitcoin. Een afdeling over hardware wallets. En een afdeling over het kopen en verkopen van bitcoin. Voor ieder wat wils. Want dat is belangrijk. De bitcoinwereld verandert constant. En er zijn nieuwe manieren om nodes op te zetten. Nieuwe wallets. Nieuwe uh, manieren om instant transactions te doen met het lightning network. En dat is voor experts. Moet je je voorstellen als je beginner bent. Als je net komt kijken. Je wordt over, ja, overweldigd door alle opties die er zijn. Waar koop je je bitcoin? Hoe sla je het op? Hoe kan je het... Versturen überhaupt? Hoe werken de fees? Hoe werkt zo'n blockchain? Dat zijn precies de dingen die we gaan behandelen in de noodzaak. En dat is echt belangrijk, jongens, want uh, Bitcoin wordt veelal nog gezien als investering. En hoewel ik dat snap, ben ik het er niet mee eens. Ik zie het niet als een investering. Het is niet om rijk te worden. Bitcoin is een manier om niet arm te worden, het is een manier om te sparen. Want dat mist tegenwoordig. Het is al voor mijn generatie moeilijk. Laat staan voor de generatie die na ons komt. Die jongens en meiden die komen van school af met een studieschuld. 0% rente op de bankrekening en op de spaarrekening. Misschien zelfs negatieve rente. Een huis kopen zit er ook niet in. Wat heb je nog om voor te dromen op die manier? Dat is toch geen leven? En dat is wat Bitcoin is. Bitcoin is een manier om je waarde, om je mee te nemen naar de toekomst. Je werkt nu hard ergens voor, dan wil je er in de toekomst van kunnen genieten. Je wil kunnen sparen. Sparen is een basisrecht. Dat is wat bitcoiners zien. Het is helemaal niet snel rijk worden. Het is niet arm worden. Dat is het enige. Maar zoals ik zei, bitcoin is niet makkelijk. Het is best wel technisch. Het werkt anders dan ons normale geldstelsel. Er is geen bank. Dat ben je zelf. Best wel wennen. En uh, ik vind dat gewoon de ervaren Bitcoiners daar gewoon elkaar moeten helpen. En vooral de nieuwelingen moeten helpen. En dat is wat de noodzaak is: een plek waar mensen samen kunnen komen. Expert of beginner, nieuw of oud, het maakt niet uit. En vragen kunnen stellen. En kunnen werken aan een nieuw financieel systeem. Een financieel systeem dat wel werkt voor iedereen. Dat is wat we gaan doen. Dat is wat we hier gaan doen jongens. Dat wordt vet. Het wordt zo vet. Ik heb er zoveel zin in. Hoe gaat het dan in zijn werk? Nou ja, ik ga video's maken. Minimaal eentje elke week. Uh, hopelijk meer, maar één per week. Dat is het doel. Uiteindelijk wordt het dus een enorme catalogus. Een enorme winkel. De winkel is nu nog leeg, maar de rekken gaan volkomen. Abonneer dus snel op dit kanaal. En mocht je al vragen hebben, dan kan je al in de Telegram groep komen. Die hebben we namelijk. Er zitten al 800 andere bitcoiners op je te wachten. Uh, de link staat op www.satoshiradio.nl Daar kan je ook alle podcasts al terugluisteren. Dat is een goed startpunt. En um, ja, dan hoop ik je terug te zien in de volgende video. Dus uh, hou het kanaal in de gaten jongens. En tot snel. Adios.